Met een betonschaar maatje XXXL zijn de mannen van sloopbedrijf Heze woensdag dan echt begonnen aan de sloop van het karkas aan de Vondelweg. Een klus die ongeveer 4 tot 6 weken gaat duren, zo is de verwachting. En waar gesloopt wordt, krijg je sloopgroupies. Zeker als die mensen zelf lang in de slopersbranche actief zijn geweest. Ik heb 12 jaar het werk gedaan, dus ik weet wel wat er aan blijft trekken. Hè. Dus je hebt het altijd met plezier gedaan, dus ja, dan gaat het toch kijken. Herkennen ze u nog als u hier staat? De oude wel, ja. Ik weet overal wasbies. Dus. Toch zijn er ook mensen van wie het karkas niet snel genoeg opgeruimd kan zijn. Deze mevrouw bijvoorbeeld, ze kijkt al 12 jaar op de plek uit en moest regelmatig de politie bellen. Dat het hier weer herrie is en brand geweest en weet ik veel wat allemaal. Allemaal lui die hier rondlopen terwijl de boel onder afgesloten is. Was altijd wel wat? Oh, is altijd wat. En als er na 10 jaar nog altijd niets aan die overlast verandert, dan kan je wel eens een gedachte bekruipen die je liever had weggestopt. En als ik eerlijk mag zijn, heb ik ooit één ding gedacht. Ik zou willen dat diegene die daar bovenop liep, dus één naar beneden viel. En dan was het zo weg geweest. De bewoners van appartementencomplex De Ridder moeten nog altijd vrezen dat al het sloopafval van het karkas pal langs hun huis wordt afgevoerd. In plaats van via de Vondelweg, zoals ze zelf graag voorstellen. Of de gemeente daarmee kan instemmen is nog niet duidelijk. Maar de zorgen, die zijn er nog steeds. 4 wagens, Albert Heijn, Jumbo, DLH, nog eens één. En die moeten allemaal dat bocht hier om. Die staan allemaal met hun zijkanten op de stoep. Die staan hier op de stoep en dan moet daar die grote vrachtwagen uitkomen. Er moet een keer wat gebeuren hoor. Het straatje is er helemaal niet op gemaakt. Nee, helemaal niet. De slopers breken eerst de 3 vleugels van het karkas af. Daarna beginnen ze aan het trappenhuis waar zich ook de liftschacht in bevindt. En dat die niet zomaar bezwijkt weten ze bij Heze nog maar al te goed sinds 2017. Toen waren zelfs tientallen dynamietstaven niet genoeg om een kantoorcomplex van Philips in één keer tegen de grond te krijgen.